Maar wat vindt u ervan dat er een aantal dingen versoepeld worden, terwijl de besmettingscijfers nog hoog zijn? Ja, eigenlijk vind ik dat heel tegenstrijdig, want ik gun het iedereen heel erg dat alles weer open gaat, de hele maatschappij. Maar eigenlijk vind ik het niet kunnen. Want waarom kan het volgens u niet? Ja, weet je, als iedereen zich gedraagt en iedereen zijn gezonde boerenverstand gebruikt, dan moet het volgens mij wel kunnen. Maar we weten allemaal dat lang iedereen dat niet doet. De geest is gewillig. Ja, precies. Maar de praktijk is wat weerbarstiger, ja. Dat bedoelt u? Ja, inderdaad. Ja, ik ben het ermee eens. Omdat het is zo moeilijk. En als we allemaal naar de regering luisteren, dan hebben we niet allemaal verschillende stemmen. Want wie zijn wij om het beter te weten? Als je het op het internet kijkt, die weet het beter, die weet het beter. Ik geloof werkelijk dat het een gekweekt virus is en geen natuurlijke virus. En wie hebben dat dan gekweekt, meneer? Nou, het is begonnen daar in Wuhan, in China. En ze zeggen dat het van een vleermuis komt. Nou, als het bij de vleermuizen zit, ja, dan zo over heel de wereld. En dan heb je, nou, in 2021 hebben ze het over Engelse variatie, Braziliaanse, noem ze maar op. Ik denk dat er toch, mensen zijn zo ongedisciplineerd dat er toch altijd weer een hoop bij elkaar komen en dat het dan weer fout gaat. En, maar ja, die regering die zwalkt maar, dus dat is ook niet altijd leuk. Ik ben blij dat er wat versoepeling komt. En ik denk dat we met z'n allen verstandig genoeg zijn om ons gezonde verstand te gebruiken en toch proberen een afstand te houden en thuis blijven als je ziek bent. En als je er verstandig mee om kunt gaan, dat het fijn is dat er versoepelingen komen. Dat denk ik. Want anders gooien ze hun eigen glazen in. Ja, uiteraard. Ja. Ik vind de versoepeling eigenlijk wel noodzakelijk nu, want je merkt aan de mensen dat ze er aan toe zijn. Ze verlangen naar het even op een terrasje kunnen zitten, even naar de winkel toe kunnen gaan. En ik denk dat de mensen echt verstandig genoeg is om de anderhalve meter, het mondkapje en de voorschriftsmaatregelen te nemen. Nou, dat vind ik wel fijn. Dat ze weer open gaan, gewoon. Dat je geen afspraak hoeft te maken, maar dat je gewoon weer kunt gaan winkelen. Ja, dat is en blijft altijd heel moeilijk. Van de ene kant snakken we allemaal naar wat vrijheid. En van de andere kant blijft het heel grillig en ongrijpbaar. En ja, het is nog lang niet voorbij. Maar aan de andere kant, we weten ook dat de cijfers niet altijd even hebben geklopt. En ja, kijk, voor de jeugd, ja, fijn natuurlijk. Avondklok gaat eruit, je kunt net wat langer. Ik kan net wat langer bij mijn vriend blijven bijvoorbeeld en dan kan ik s'avonds wat verder terug. Maar aan de ene kant denk ik wel van misschien nog net iets te vroeg. Maar voor ons vind ik het eigenlijk wel fijn. Denkt u dat de versoepelingen niet te vroeg komen? Het is net wat Rutte zegt, risico's. In zo'n situatie kun je niet zonder risico's. Dus dat moet je mee leren leven. Twijfelachtig. Dat vind ik echt twijfelachtig. Maar ik kan me dat heel goed indenken. Omdat er komt zoveel oppositie dat de regering wel iets moet. Ja, snapt u wat ik bedoel? Ik begrijp u uitstekend. Aan de andere kant is er ook natuurlijk een economisch belang. Ja, dat is zo. Ben ik ook met u eens. Want menig ondernemer gaat eraan onderdoor, denk ik. Maar ja. Ja, van beide kanten is wat te zeggen. Ik weet ook niet wat wijsheid is. Ja. Ik ben in ieder geval blij dat ik niet in de politiek zit. Nou, ik denk dat nog wel meevalt. Want ja, ondanks alle andere maatregelen lopen de besmettingen ook op. Dus ik denk dat als de winkels weer open gaan, dat het dus niet meer wordt. Wij zijn dik in de 70+, want wij moeten heel goed uitkijken wat we doen en waar we lopen. Ook een andere mensen die zijn minder voorzichtig. Maar wij moeten ons eigen wereldje creëren hierin. Dus we zitten veel thuis. En als we zo weggaan, dan moet het altijd stil zijn. Anders gaan we niet naar binnenstad in. Vindt u het een verstandige keuze van het demissionaire kabinet? Ja, dat is allemaal heel dubbel.
Daar kan ik eigenlijk niet over oordelen. En van de ene kant wel, van de andere kant niet. En je doet het nooit voor iedereen goed. En je moet met alle partijen rekening houden, maar het moet wel verantwoord zijn. Het is allemaal zo ongrijpbaar allemaal. Dus ja. En ik ben dus van mening dat er veel te veel mensen zijn. En daardoor het allemaal uit de hand loopt. Het loopt altijd uit de hand. Mensen beginnen te slaan en te schoppen. En dat is het vervelende ervan. Als je nagaat dat doktoren, gewoon huisartsen, die in het begin van 2020 geprobeerd hebben gewoon met medicijnen, normale medicijnen, goedkope medicijnen. Ja, en die worden allemaal als kwakzalvers beschreven. Ze krijgen een boete van 150.000 euro wanneer ze een verantwoord geneesmiddel voorschrijven. Ja. Dus als ik u goed beluister, is er eigenlijk sprake van een groot complot. Ja. Ik noem het maar een complot, denk ik. Maar als het echt zo gevaarlijk is, dan was echt nou alles uitgeroeid op de hele aarde. U bent wel een complotdenker met overtuiging. Ja, absoluut. De winkels gaan weer open, de terrassen gaan weer open. Ja, klopt. Bij wie ligt de bal nu? Ik denk alsnog wel bij de mensen zelf. Want het is ook wel aan de mensen zelf van, ga ik dit aan, ga ik dit niet aan? Dus ja, en weet je, het is van 12 tot 6, dat vind ik wel goed. Want veel mensen willen 's avonds uit eten en... Maar wat ik wel denk is dat veel mensen nu vrij gaan nemen, want iedereen wil natuurlijk weer naar het terras. Dat klopt, maar onze leeftijdsgroep heeft er eigenlijk het minste last van. We hebben in principe niks te klagen. Hè? En er zijn veel meer doelgroepen waar het eigenlijk veel belangrijker voor is. En binnenkort gaat u natuurlijk ook een heerlijk kopje koffie met een stukje gebak op het terras nuttigen. Daar heb ik wel heel veel zin in. Ja? Ja, dat is de jus van het leven, zeg maar. Ja, daar zie ik echt wel naar uit. Ja, ik weet nog niet of ik dat ga doen. Okay. Ja, dat is natuurlijk waar we allemaal naar uitkijken natuurlijk. Dat zijn dingen die, dat is momenteel een primaire wens. Het sociale gebeuren komt eigenlijk weer een beetje in beeld. Dus... We zijn en blijven sociale wezens. Ja.